Ik ben Wouter Muller. Ik woon al jaren in Enschede. En ik ben er heel trots op dat deze stad het allereerste en dus ook oudste Indiëmonument van Nederland in de stad heeft. Dat is dit monument. En als muzikant heb ik een keer het initiatief genomen om speciaal voor dit monument een liedtekst te bedenken ter nagedachtenis aan de slachtoffers, alle slachtoffers van de oorlog destijds in voormalig Nederlands-Indië. Ik kom hier wel eens vaker, zeker ieder jaar één keer, meestal als de mensen zijn vertrokken. Want dan kom ik voor mijn vader en ik leg de bloemen neer. En dan luiden in mijn hart voor hem de klokken. En dan voel ik weer waarom ik ben gegaan. En dan weet ik waarom ik hier ieder jaar wil staan. Want dit monument is een teken uit het verre oosten. Dit monument om te herdenken en om ons te troosten. Voor iedereen die daar iemand heeft gekend, is dit monument. Midden in de stad ligt een menselijk figuur, levensgroot, tussen bomen, tussen huizen. Geknield in een park, dat verandert op dit uur. In een ereveld met miljoenen witte kruisen. En ieder kruis staat voor een mensennaam. En dan weet ik waarom wij hier met zoveel willen staan. Want dit monument is een teken uit het verre oosten. Dit monument om te herdenken en om ons te troosten. Voor iedereen die daar iemand heeft gekend, is dit monument. Vaak spelen hier kinderen met hun vriendjes op het gras, onwetend van al die donkere dagen. Maar als zij door dit beeld willen weten hoe het was, dan hoop ik dat ze dat eens zullen vragen. Want een nieuwe generatie dient zich aan, die niet zonder zijn verleden zijn toekomst kan verstaan. Want dit monument is een teken uit het verre oosten. Dit monument om te herdenken en om ons te troosten. Voor iedereen die daar iemand heeft gekend, is dit monument. Dit monument.